Ja, Daniel Seijers, na 3 nederlagen eindelijk weer een winstpartij tegen FC Linden. Lekkere pot vandaag? Ja, zeker. Alles ging goed. Trainer had wat beelden laten zien van Napoli voor de wedstrijd. Dat ze geen lange bal, maar de driehoek zoeken. En dat ging goed eigenlijk. Ja, dan win je 3-0. Dan score je zelf nog, om het ook goed te voelen. Maar ja, hoe gaan jullie de wedstrijd eigenlijk in? Ja, we hadden 3 wedstrijden op elkaar verloren. Dus dan wil je wel weer een keer winnen. We moeten nu nog 1 wedstrijd, die voor 2 wedstrijden. En we hadden 9 keer uit mijn hoofd gezegd, hadden we niet verloren. En als je dan verliest 3 keer achter elkaar, dan is het toch wel zuur. Dus dan is het wel lekker dat je nu deze wedstrijd weer wint. Ja, want eigenlijk jullie beginnen niet goed aan de wedstrijd. Jullie merken een beetje dat Linden wel best wel veel druk zet eigenlijk. Ja, Linden zette best wel goed druk, eerste 10 minuten volgens mij. Maar daarna met Joey en Danny, dan lossen wij het goed op. Dus het ging echt lekker. Ja, eigenlijk over je eigen spel nog vandaag speelde. Misschien het laatste al een beetje op een andere positie. Iets minder gescoord, ja. Maar vandaag weer eindelijk raakt. Dat moet goed voelen. Beschrijf me eens even het doelpunt. Ja, het voelt goed. Eerst kwam Ali door op rechts. En toen wilde hij allemaal spelen, maar toen speelde hij te laat. Dus toen kwam hij niet aan, dus toen was ik wat boos. Maar toen kwam hij weer bij Ali en toen speelde hij wel. En toen schoot ik hem in de korte hoek. Dus dat is een hele opluchting. Ja, dat is wel mooi eigenlijk. En dan ga je volgende week naar de IJsselmeervogels. Dan moet je het seizoen goed afsluiten als Barendrecht. Hoe ga je dat doen? Ja, we moeten eigenlijk hetzelfde als vandaag gaan spelen, denk ik. Dan gaan een paar jongens weg. Dus die jongens die gun je wel een mooi afscheid. Die hebben hier 6-7 jaar gespeeld. Dus ik hoop dat we ze een mooi afscheid kunnen geven. Kijk, daar heb je vandaag al een goede voorbereiding voor gedraaid. Succes volgende week. Yes, dankjewel.